Ja, we staan hier met de man van ADC Europe, Sean Lokke. Nou, de man, dat wou ik niet zeggen. Eén van de mannen. Eén van de mannen. Ja. Ja, we staan bij de Benelux Masters. Ja. We zitten nu weekend 5. Ben je tevreden? Zeer tevreden. We mogen zeer tevreden zijn. Zeker ook met de EQT's die we gehad hebben. Met de deelnemersaantallen. Wat leuk is te zien dat er ook verschillende nationaliteiten erop af zijn gekomen. Nederlanders, Belgen, Luxemburgers, Letland, Duitsland. Dus ja, zeer tevreden. Mag niet klagen. Het is een beetje EDC Europe. De laatste tijd is het een beetje... Het deel is EDC Benelux. Waggel je een beetje. Dat komt ook een beetje door de locatie waar soms wat veel kritiek op is. Het is EDC Europe, maar het is eigenlijk een beetje... Dit is eigenlijk heel veel voor de Benelux. Op dit ogenblik wel. Maar aangezien wij zelf Nederlander zijn, is dat toch eerst de achtertuin die je kent. Dus waar je mee aan de gang gaat. Neemt niet weg dat we op dit moment contactpersonen hebben in Scandinavië, in Polen, in Griekenland, waar op dit moment ook een qualifier aan de gang is. We hebben iemand voor de dagregio, dus Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Liechtenstein. Daar zijn we ook bezig om dat verder uit te breiden. Dus ja, op zich ziet dat er goed uit. Ziet er goed uit. Ben je ook bezig met Spanje? Spanje, het is heel erg verspreid daar, maar er wordt wel serieus gedacht. Er is klopt. Serieus niveau. Klopt. Maar de zuidelijke regionen van Europa is heel erg gericht op de softtip. We zijn dus echt wel aan het zoeken voor iemand in Spanje die dat op zou kunnen pakken. Maar dat wordt wel een lastig iets, aangezien je weet dat de softtip zo groot is daar. We zijn op zoek. Het is zeker een regio waar we aan denken. Het is niet dat we eraan voorbij gaan. Goed, de kalender stopt na dit weekend eigenlijk een beetje. Klopt. De Benelux Trophy is het enige wat nog komt. Ja. Ja, wat kunnen we gaan verwachten? Kijk, mode is voor volgend jaar helemaal vol eigenlijk. Zo goed als. Zo goed als. Ja, dat was ook de bedoeling. Kan wat geschoven worden uit, lijkt mij. Met... Ja, dat klopt. Maar wat gaan we krijgen volgend jaar? Want tot nu toe hebben we één toernooi nog. Niet alle Nederlandse bonden doen nog mee. Nee, dat klopt. Dat klopt. En voor de Benelux Trophy geldt in principe hetzelfde. Dat nog steeds dezelfde bonden zijn. Dus wat de bonden die voor de Benelux Masters zijn, die gelden ook voor de Benelux Trophy, die spelers. Die bonden mogen zelf bepalen welke spelers er nog gaan komen. Dus die zullen een heel ander deelnemersveld hebben. Maar als het gaat om het nieuwe jaar, we zijn aan het kijken naar een mogelijke Belgische Tour. Waar we ook al de nodige gesprekken over hebben. Een West-Europese Tour. En daarna zullen we in de verschillende regio's in Europa zullen we nog verder gaan kijken naar of qualifiers of in ieder geval een tour om daar verder uit te kunnen breiden. Ook daarnaast, dat kan ik je ook nog benoemen, zijn we op dit moment in gesprek om een eindtoernooi te doen. Die ook gericht zal zijn op ADC Engeland. Dus de samenwerking daarmee aangaan om te kijken voor een mooi eindtoernooi waar ook ja, het nodige prijzengeld op staat. Is het de bedoeling om, de WDOF over te nemen wil ik niet zeggen, maar de bedoeling om dat voorbij te gaan? Want nu is het een beetje, ja, je hebt PDC en dan is het WDF en tegenwoordig bijna in Engeland in ieder geval sowieso, of ADC. Hier is het nog heel erg aan het groeien. Ja. Is dat een beetje de bedoeling? We hebben vanaf het begin gezegd, we willen samenwerken. We hebben ook gesprek gehad met de WDF. Op dit ogenblik vinden we elkaar niet. Dus op dit moment zal het ernaast zijn inderdaad. Het is niet de bedoeling om de WDF aan de kant te schuiven. Het liefst zouden wij zien dat er een bepaalde samenwerking zal komen. Is dat niet het geval, gaan we onze eigen weg. Ja. In Engeland heb je een systeem met bepaalde winnaars uit bepaalde regionen. En dan kon dat hier ook een beetje. Heb je natuurlijk 12 hele mooie provincies. Zeker. Hoe mooi zal het zijn om een soort provincietoernooi te krijgen dat je... De 5 beste spelers van elke provincie in een toernooi gooien. Nou, we willen het eigenlijk nog zelfs een stap lager daarin doen. We hebben nog een plan om pub qualifiers te doen. Een beetje een UK Open-achtig iets waar je gewoonlijk ook de qualifiers via de Rileys had. Maar dan vanuit de kroeg dat je kan kwalificeren voor een eindtoernooi. Voor de Benelux. Dus niet alleen Nederland, we zullen altijd de Benelux in betrekken. Want België is gewoon een groeimarkt en Luxemburg mag er niet aan voorbij gaan. Klopt. Je hebt momenteel geen streambaan hier. Nee. Groot toernooi. Is dat een plan? Podiumbaan, streaming, zeker. Commentaar? Zeker, zeker. Alleen, wij doen alles stapsgewijs. Dit zijn pas de eerste paar weken dat wij onze toernooi hebben. Neem niet weg. Wij zien al dat er heel veel animo is voor onze toernooien. We krijgen alleen maar positieve reacties. Als dit zo doorzet, gaat dat er zeker komen. Jongens, we zijn benieuwd wat de toekomst brengt. Dankjewel. Fijne dag.